En ze leefden allemaal nog lang en gelukkig. Einde. Ik denk dat dit mijn favoriet is. Heb je die jurken gezien? Ze waren zo pofferig en vrolijk. En ik wed dat je er urenlang in kon ronddraaien. Nou, het is mijn favoriet vanwege alle magie en avontuur. Mijn favoriete deel was de romantiek. Zo dromerig. En al het gedans. Het gedans. Zo dromerig. Ik hou van dansen. Ik ook. Wij moeten een bal organiseren. De Slay Space is de perfecte plek. We kunnen al onze vrienden uitnodigen en een geweldige tijd hebben. Wat zeggen jullie ervan? Laten we beginnen met plannen. Laten we blijven plannen. Pak je dansschoenen en maak je maar klaar voor het bal. Mis het grote balfeest niet morgen. Op naar de promenade. Zorg ervoor dat iedereen een uitnodiging krijgt. Niemand zal dit feest willen missen. Begrepen. Elke baby krijgt een uitnodiging. Missie volbracht. En de versieringen zijn echt prachtig. Goed gedaan allemaal. Dit wordt het beste balfeest van de wereld. Uitnodiging. Laten we dansen. Lekker mad, woo! Hebben we Midnight Kitties uitgenodigd? Jawel, we hebben uitnodigingen gemaakt voor iedereen. Inclusief Midnight Kid. Weet je het zeker? We zouden niemand met opzet niet uitnodigen. We moeten hem gewoon vinden en onze excuses aanbieden. En dan kunnen we hem in persoon uitnodigen voor het feest. Hij is nergens te vinden. Denk je dat hij verdrietig is? Dat zou ik zijn. We moeten hem vinden. Willen jullie ons helpen? Zeg het voort. We moeten Midnight Kid vinden. Ik denk dat ik iets gevonden heb. Dit lijken wel voetafdrukken. En ze gaan die kant op. Het spoor eindigt hier, maar hij is nergens te vinden. Is nu vast heel eenzaam. En zijn voet heeft het nu vast heel koud. We moeten hem vinden. Snel. Ja.
Piet, er is een noodgeval. We moeten Midnight Kind vinden voordat... Wacht. Midnight Kid! Wat? Waar? Hier zo. We hebben je gevonden. Ik denk dat hij ons gevonden heeft. Nou, ik ben blij dat je ons gevonden hebt. Het spijt ons echt dat je geen uitnodiging hebt gekregen voor het feest. Ik zweer je dat het een ongeluk was. Ja, we zouden nooit iemand buiten sluiten en zeker vrienden niet. En een feestje is geen feestje als een van ons ontbreekt. Tenzij het een detectivefeestje is. Wat zeg je ervan? Wil je nu met ons mee naar het feestje? Ja! Ja, doe het! Ze leefden allemaal nog lang en gelukkig.